Benji de Kulaar, iedereen dacht een beetje dat Genk 3 dagen na die bekerfinale op lode benen zou lopen. Jullie hebben eigenlijk vandaag wel het tegendeel bewezen, ondanks de nederlaag. Ja, dat klopt. Ik denk, als iedereen heeft gezien hoe wij druk hebben gezet en gevoetbald ons positiespel, de diepgang, de kansen die we creëerden. Ik denk tot wij ook heel graag die wedstrijd wilden winnen vandaag. En dan zit je mentaal zo opgeladen dat je die vermoeide benen misschien niet voelt of zo. Ik weet het niet, maar iedereen was topfit. Dan bepalen details zo'n wedstrijd natuurlijk. Jullie hadden hem even goed kunnen winnen, maar zo'n knullig doelpunt beslist dan anders. Ja, dat klopt. Het was, thanks. Het was eigenlijk ook weer zo'n ik heb eigenlijk de goal niet goed gezien, de tweede goal van Anderlecht. Volgens mij weet je af, ik weet niet. Maar ja, ziet je, dat is dan weer dat tikkeltje gelukt dat we niet hebben dan vandaag. En zelf hebben we zelf, we hebben toch wel heel wat mogelijkheden met elkaar kunnen voetballen. Dus, en dan nog een strafschop op Monroos die niet gefloten werd. Ja, dat is gewoon heel jammer. Ja, dat werd, vond ik zelf dan persoonlijk, iets te gemakkelijker gefloten voor Anderlecht dan voor Genk. Ja, daar... Ligt het misschien dan een Limburgse scheidsrechter? Die wil zeggen van kijk, ik wil geen Limburgse ploeg bevoordelen. Ja, nee, dan gaat je ze maar benadelen. Ik bedoel, dat is zo, dat zijn zo van die dingen, daar snap ik helemaal niks van. Maar ik bedoel, het is gebeurd. We hebben daar ook over gediscussieerd tegen de scheidsrechter, maar het haalt toch niks uit. Dan heeft hem gefloten. Nu, gelukkig hebben ze hem gemist. Dus ja. Goed, het blijft dan 1-1. Jullie krijgen dat knullige doelpunt tegen. Maar gelukkig zou ik bijna zeggen, hadden jullie al die prijs van de beker binnen. Want anders zou het helemaal te zuur geweest zijn. Ja, dat is perfect gezegd, denk ik. We hebben zo'n goed seizoen gespeeld en dan met lege handen achterblijven. Dat zou echt zo jammer zijn. Ja, het kan natuurlijk. Kijk naar Nederland, waar PSV zonder een prijs achterblijft. Ja, dat bedoel ik. Maar wij hebben die prijs al gepakt. Dus daar zijn we ook heel blij mee. En het is gewoon jammer dat we dan vandaag die reeks niet kunnen doorzetten, hè, want dat zou echt geweldig geweest zijn. Maar inderdaad, door bepaalde factoren is dat dan net niet gelukt. We moeten realist zijn, de titel is weg, die gaat naar een andere club. Wat blijft er voor Genk over? Nog 2 wedstrijden, nog 6 punten te verdienen. Jullie kunnen ofwel scherprechter zijn in het titeldebat, ofwel misschien nog met 1 oog, misschien toch nog lonken naar die tweede plaats. Ja, wij willen sowieso het maximum wel behalen, dus we gaan gewoon vol voor die tweede plaats. En ook de 2 volgende wedstrijden gewoon proberen te winnen, en dan zullen we wel zien. Tot slot, gaf het zelf aan, het is een hele mooie competitie geweest voor Genk. Een paar dieptepuntjes, maar die zijn er altijd, maar meestal was het... toch het hoogtepunt. Ja, dat klopt. Ik denk, als we hoeveel wedstrijden hebben we nu gespeeld? 58 of zo, ik weet het niet. Als je ziet hoe wij die hebben verwerkt en tot een goed einde hebben gebracht. Ja, dat is echt gewoon een chapeau voor het team. En ook de supporters die weer achter ons stonden vandaag. Ja, dat is gewoon een supergevoel om voor zo'n publiek te kunnen voetballen. Misschien vandaag een beetje zuur, maar toch het gevoel van die bekerwinst, dat moet bij overheersen. Ja, sowieso. Maar het is gewoon een feit dat als je zo'n wedstrijd speelt, op de manier dat wij hebben gespeeld en je verliest je, dat gewoon even blijft hangen toch wel.